wel iets van rekenen bijvoorbeeld en van staartdelen. Daar ben je ook voor, denk ik. Daar ben ik hevig voor. Sterker nog, we hebben in ons regeerakkoord daar heel veel geld, maar ook maatregelen voor uitgetrokken. Maar ik schrik hier toch wel van. En het is een beetje een merkwaardige redenering als je zegt dat je dus politiek uit scholen wil halen. Dat begint al met de veronderstelling dat al die onderwerpen die genoemd worden er om te beginnen zijn. Dat 4-5-jarigen al helemaal woke gemaakt worden. Kijk, woke, als dat uit de mond van meneer Dekker of sterker nog van zijn partijleider komt, dan betekent dat eigenlijk, we hebben liever niet dat kinderen verschillen van elkaar. Het is puur een heteronormatieve uitdrukking. En ik vind, het onderwijs heeft maar twee doelen. Het moet goed en het moet veilig zijn. En ik maak me hele grote zorgen als ik dit soort dingen hoor en de uitspraken van de partijleider over de veiligheid van kinderen. In welk opzicht? Nou, we kennen zijn uitspraken. We hebben ook tweets gezien over wat hij allemaal van plan is op die scholen. Hij schrikt er niet voor terug om woorden als homo als scheldwoord te gebruiken, pis niet. Nou, we kennen het allemaal. Daar maak ik me grote zorgen over. Want juist de meest kwetsbare kinderen hebben een veilige omgeving nodig. En die krijgen ze niet. Kijk, en er wordt hier een schijntegenstelling gecreëerd. Kinderen kunnen heel veilig zijn en tegelijkertijd ook gewoon, want dat zijn we wel met elkaar eens, goed leren rekenen, goed leren schrijven. Daar zetten we vol op in de Kamer. En daar heb ik Forum voor Democratie nog bij geen